Ik ben Wouter Meijer. Ik was correspondent van 2008 tot 2014 in Duitsland voor de NOS. En dit boek, Der Turm, van Uwe Telkamp, gaat over de laatste jaren van de DDR. Hij beschrijft het dagelijks leven in de DDR, in Oost-Duitsland, met een prachtige mengeling, vind ik, uit bitterheid. De mensen lijden er natuurlijk onder dat er niks te krijgen is. Dat je voortdurend compromissen moet sluiten over of je aanpast aan de regering of dat je je eigen koers vaart. Maar dan kun je geen goede studie krijgen, dan kun je geen baan krijgen, dan kun je geen carrière maken. Der Turm gaat over Christian en zijn ouders en zijn oom. Ze wonen in een villa-buurt in Dresden in de tijd van de DDR, in het communisme. De jongen die wil medicijnen studeren, maar hij lijdt ook heel erg aan de vraag of het wel zin heeft, of er een toekomst is. Hij zegt, dit land is eigenlijk als een plaat waar een barst in zit, alsof het altijd maar hetzelfde is. Je moet altijd in de rij staan voor dingen. Er zijn nooit bananen en sinaasappels te kopen en soms wel, dan staat er een hele rij. Dan denk je, ja, ik ga toch niet in de rij staan voor twee slechte sinaasappels die waarschijnlijk uit Cuba komen en nergens naar smaken. Sommige delen zijn bijna als een soort rap geschreven. Hij gaat over de autobaan, die was heel slecht, de autosnelweg in de DDR. Dat bestond uit betonplaten. Dus dat gaat heel erg zo van boeboem, boeboem, boeboem. En dan vertelt hij wat er op een bord staat. Boeboem, boeboem. Heb jij dat ingepakt? Boeboem, boeboem. Je moet weer iemand plassen. En er waren geen parkeerplaatsen met toiletten. Dus je moet ergens in de bosjes. En daar zie je hoeveel toiletpapier daar ligt. En eigenlijk de vakantiestemming begint altijd met toiletpapier en hele vieze vliegen en hele smerige geur. En het bijzondere is ook dat wij weten hoe het afloopt met dat land. Wij weten dat in 1989 de muur valt en een jaar later in 1990 worden Oost- en West-Duitsland worden één land. Maar dat weten ze natuurlijk in de DDR niet.